geen druppel regen in Milaan. De weinig aantrekkelijke omloop is keurig droog. De koers razendsnel. Sven Nys is aanvankelijk de betere Belg. Hij alleen volgt een weer imponerende Groenendaal. In deze criteriumcross wisselen de posities snel. In de derde ronde leiden Van der Poel en Mario de Klerk plots de debatten. Ook de sluwe Simonek pikt aan. Wereldkampioen Pontoni kan dat niet, hij wordt slechts de zesde. Van der Poel, langzaam maar zeker weer in topvorm, is de man van de tweede wedstrijdhelft. Hij mokert erop los. Alleen Groenendaal volgt, maar een louter Nederlands onderrondje wordt het nu niet. Mario de Klerk dicht de bres. Van der Poel wil winnen, rijdt zich haast pleuris, maar de Klerk verpinkt niet. De Oost-Vlaming schuift vlot mee en dat maakt de twee ploegmaats zenuwachtig. De Eendracht is zoek, Groenendaal offert zich niet op voor de snellere Van der Poel en de Klerk profiteert, zij het in extremis. Eén toch nog de Klerk, twee Groenendaal, drie Van der Poel. Nys is vijfde, Berde achtste. De Klerk in grote doen, het ziet ernaar uit dat hij de komende weken nog gaat oogsten. De grote overwinning is binnen nu en nu kan ik op mijn gemak eigenlijk naar het kampioenschap toeleven. Succes!